fucking loud. Let's go. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Louds Project. Mijn naam is Josja en vandaag heb ik een speciale tag voor jullie. Ik was met iemand aan het skypen en hij kwam er ineens mee van, joh, laten we deze tag gaan doen. En hij mag zelf gaan vertellen welke tag dat is, dus ik pak hem er eventjes bij. Yo Kito. What up? Yo. Welke tag gaan we doen? De Harry Potter tag. Bam, yeah. Jij kwam met die tag, want ik had aan jou gevraagd van, yo man, laten we even een tag gaan opnemen. Jij kwam eens met dit leuke idee, dus ik dacht van, ja, waarom niet, weet je? YOLO. Want jij had hem gevonden, want jij had die tag gevonden, het is wel Engels, maar weet je, laten we gewoon beginnen. Hij is echt de meest bizarre fan van Harry Potter ever, maar I don't give a shit, laten we gewoon knallen, weet je? Vraag 1, wat is je favoriete boek? En jij mag beginnen, Kito. Nou, mijn favoriete boek, dat is toch wel, zeg ik je, De Vuurbeker. En waarom De Vuurbeker? Er zit heel veel actie in, maar er zit ook een heel groot verhaal in. Voldemort keert terug en dat vind ik echt zo tof. Maar ook in de films, hoe ze dat hebben gemaakt. Dat is zeker zo. Nou, mijn favoriete boek is toch wel The Prisoner of Azkaban, oftewel de gevangenen van Azkaban. En puur, en mijn enige reden waarom dat zo is, is juist omdat Voldemort er niet in voorkomt. Precies daarom. Nou, nee, dat klopt niet. Zijn naam komt erin voor, maar hij als persoon niet. Nee, hij is persoon niet. Daarom hij is in de derde film nog niet eens persoon. En in de boek. Nee, maar in de zin van dat hij niet, zeg maar, want in alle boeken komt hij voor als persoon, zeg maar, als een parasiet. En dat is, zeg maar, waarom ik het cooler vind dat het niet zo gebeurt, weet je wel. Dus. Ja. Volgende vraag, favoriete film? Ja, nu jij eerst. Ja, mijn favoriete film is toch wel De Relieken van de Dood, Deathly Hallows. Zowel part 1 als part 1 en 2 eigenlijk. Echt meer 2, dat het meer actie heeft. Ik heb ook de making-of gezien van die film. Dat vond ik echt zo vet hoe ze dat hebben gedaan. En ik ben ook naar de nachtpremière geweest van die film. Dat was echt geniaal. En wat is jouw favoriete film? Nou, ik zeg je toch wel eerlijk, Orson Phoenix, ja. Ja, simpel. Ja, en want ik vind die film gewoon heel erg mooi hoe ze het allemaal bij elkaar hebben gebracht. En ook alle muziek die in die film is gekomen, die heb ik gewoon op mijn telefoon, op mijn iPod, op mijn iPad, overal heb ik die wel staan. Ik vind het ook gewoon echt een hele mooie film hoe de momenten hebben gedaan. En dit is de eerste Harry Potter film, dat was de eerste Harry Potter film, met slow motion. Dat is wel zo. Dat is fucking episch. En wat is je minst favoriete boek? Oh, ja. Toch wel de Relieken van de Dood, deel 2. En waarom? Deel 2, dat kan niet. Dat is mijn één boek van. Ja, maar de Relieken van de Dood. Want ja, dat is het einde. En niemand vindt dat leuk. Nee, ik heb het toch wel spannend gevonden. Want mijn minst favoriete boek is toch wel De Orde van de Phoenix. Omdat hij gewoon fucking dik was. En dat vond ik niet leuk. Dus dat was voor mij de reden waarom ik hem niet leuk vond. En dat is van de boeken of de films die jou lieten huilen. Ja, precies, dat wilde ik net zeggen. Dat is, welke delen van de films lieten jou huilen? Nou, mijn was toch wel, ja, of boeken, ja. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Dat, ja, ik denk toch wel het einde van dat Fred en George, zeg maar, dat, waar was het, George die doodging, toch? Nee, Fred. Ja, Fred. In ieder geval, een van die tweelingen ging dood en dat vond ik best wel zo van, dat je die andere gozer zag staan, echt janken, dat vond ik toch wel een beetje van, oké, weet je, zo ver gaan ze dus in die films. En dat was wel een van de delen wat mij heeft doen, nou, huilen wil ik niet zeggen, maar wat mij raakte, zeg maar, in de film. Mm-hmm. En wat was het bij jou? Nou, het komt ook weer, daarom is het ook mijn favoriete film, De Orde van de Phoenix. En want op het moment dat Sirius doodging, en ik vond dat heel jammer, want hij was echt één van mijn favoriete personages. En waarom? En ook, waarom? Het gaf mij gewoon heel veel. Hij is er sinds de derde film. En ook sinds het derde boek. Maar dat Harry weet het nog niet. En het is zijn enigste familie nog. Dat is waar. Ja. Nou, weet je, dat boeit me niet zo. Het ging me om wat ik gewoon. Ja. Dat heb ik net al gezegd. Maar laten we nog naar de volgende vraag. Met wie uit de films jij een relatie willen hebben als het mogelijk zou zijn?
Jij mag beginnen, want mijn antwoord is al duidelijk. Ja, Ginny, toch wel. Ja, ik die andere mooie chick, Hermeline. Yeah. Dus Emma Watson, als je kijkt, I like you. Nee, maar het is gewoon dat zij zo goed kan acteren. En zij ziet er ook gewoon zo goed uit in al die films. Ja, dat klopt. En dan komen we gelijk bij het volgende. Wat is jouw favoriete karakter? Nou, voor mij is dat heel duidelijk. Hermeline. En voor jou? Ja. Yeah. Die voor mij is toch wel Harry gewoon. Oh, dat. Ik dacht serious. Serious. Dat, als je nee, dat is één van mijn favorieten. Maar Harry die staat toch wel nummer 1. En dan hebben we weer de volgende vraag. Wat zijn jouw patronen zijn? What the fuck doe jij? Hè? What the fuck ben je aan het doen? Ja, mijn pop die kan geluid maken. Oh, oké. Maar wat zijn jouw patronen zijn? Centaur. Waarom een centaur? Bij de boog. Het is nog mensen apart. Wat sterk. Ja, ik weet wat een centaur is. Maar voor de kijkers die dat niet weten, dat is... Wacht even hoor, Kito. Voor de mensen die niet weten wat een centaur is, dit is een centaur. Een half mens, half paard. Precies. En ja, dat zit dus jouw patronen zijn? Ja. Ja, mijn is een stuk eenvoudiger. Het heeft 4 poten, 2 oren, snorharen en een staart. Oftewel een kat. En dat zijn mijn patronen dus zijn. Je had ook rond kunnen denken, maar nee, toch echt een kat. Ja, een kat. En we komen gelijk bij de volgende vraag. Alweer de laatste vraag. Laatste. Ja, die mag jij doen, want jij zei het al. Jij zei hoeveel het dus betekent Harry Potter voor jou? Nou, dat kan, dat is dat. Ja, ik zeg het heel kort en dan moet jij een heel kort antwoord geven. Want ik weet dat jij heel lang door kan gaan over deze vraag. Dus hou het kort, want dan nemen we nu al 11, dan nemen we al 12,5 minuut op. En dan moet ik heel. Dus hou het kort. Harry Potter betekent wel veel voor mij, want het heeft me wel echt katten houd je bek. Als ik nog één ding hoor, draai ik je nek om. Maar in ieder geval, Harry Potter betekent op zich wel heel veel voor mij, maar ook weer niet. Omdat het beheerst niet mijn leven en ik zie trouwens nu op de kast zie ik een Harry Potter spaarpot staan die ik ooit heb gekocht. Maar, I don't care. Nee, ik vind het wel gewoon leuk en er is ook een jongen uit mijn klas die lijkt Daniel Radcliffe. In ieder geval, het wordt gezegd door mijn Engels docenten. Zegt ze ook altijd bij de naamlijst, zegt ze van Radcliffe en dan is het zo van, yo, ik ben er. Weet je wel, dat is wel fucking cool. Ik vind hem er zelf ook wel op lijken, maar hij vindt het zelf niet. Maar oké, dat wijkt een beetje af van de vraag. Om Kito's antwoord een beetje korter te houden. Nee, maar in ieder geval, mij betekent wel veel voor me, maar niet zoveel als voor Kito. Want wat gaat hij nu zeggen? Het betekent mij wel eigenlijk het tegenovergestelde van Josja. Het betekent voor mij, het is een groot gedeelte van mijn leven. Het is je leven? Nou nee. Ik denk... 90% is... 6% is Harry Potter, 40% is de rest. Nou, ik dacht eigenlijk 99% is Harry Potter en 1% is de rest, maar oké. Okay. Nee. Dat denk ik bij jou ook, jou hoor, weet je wel. Maar het is gewoon een heel groot deel van mijn leven. Ik kijk wel eigenlijk sinds mijn geboorte kijken naar Harry Potter. Hoe oud ben je nu? 11. Ja, oké, okay, dat kan wel. Ja. Toen de eerste film kwam uit 2001. Was je er nog niet eens, man? Nee, joh, ik was 2003 geboren. Mijn moeder, toen ik geboren werd. Het eerste wat je moeder je liet zien was de Harry Potter film, oké. Okay. Ja, die keek naar een Harry Potter film. Dus ik kijk al sinds kleins af aan, sinds meer dan 0 jaar, kijk al naar Harry Potter. En dat is wel fucking episch. Nou, in ieder geval, Kito, heel erg bedankt dat je hebt meegedaan aan deze tag. Vond je dit nou een vette video? Doneer dan een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren hier beneden, hierboven of verder. Dan ook het YouTube veranderen, dat is elke keer. Ik ga ze nog steeds over bellen. Maar vond je het nou een vette video? Geef dan even een comment van welke tag jij volgende keer wil zien. Want ja, ik ga heel veel tags doen. Thanks for watching en ik zie jullie bij de volgende video. Papau! Houston, we have a problem.